bij mij blokkeert eigenlijk de hele boel. Ik kan de dingen waar ik normaal gesproken makkelijk opkom, die kan ik me niet meer bedenken. En dan ja, ik raak compleet in paniek, huilen. Ja, echt, ja, gewoon paniek. Maar ik heb ook echt dat ik echt extreme paniekaanvallen krijg. Ik heb één keer gehad, ik was ziek net voor de examenweek en ik raakte in paniek, want ik kon niet leren, want ik was ziek, maar ik moest leren en ik moest op school zijn, want ik moest alles kunnen weten. En, dus het werd allemaal te veel en toen heb, ja, dan blokkeer ik helemaal, ik weet de helft niet eens meer van wat er gebeurd is. Er zijn ooit onderzoeken naar gedaan en daar kwam toen uit dat ongeveer 3 op de 30 leerlingen, zeg 1 op de 10, last had van stress. Zodanig op een zodanige manier dat ze er ook last van hadden. Spanning en stress. Ja, het lijkt op elkaar natuurlijk. Spanning is meer dat je, als je het gevoel hebt dat je wordt uitgedaagd door de situatie waarin je zit. Stress is wat heftiger. Dat als je eigenlijk twijfelt ook aan, kan ik er goed mee omgaan? Dus daar komt onzekerheid bij om de hoek kijken. Nou, stress wordt opgeroepen door je lichaam. Dat is het, je lichaam activeert zichzelf en zorgt dat er voldoende energie beschikbaar is door het oproepen van hormonen die zorgen dat je lichaam energie klaarzet om actie te ondernemen. Eigenlijk om bijvoorbeeld te kunnen wegrennen of te kunnen wegvluchten. En ja, waar stress negatief kan worden, is dat op dat moment dat je heel veel energie hebt, dat je dan stil gaat zitten om te leren. En die spanning, daar moet je lijf iets mee. Op een gegeven moment kan ik niks meer en dan wil ik weg, maar ik kan niet weg soms. En dan ga ik helemaal in mezelf en dan herinner ik me gewoon niks meer van wat er gebeurt. Dan kan ik eigenlijk niet eruit komen. Dus ik zit daar en ik heb eigenlijk iemand nodig die even schudt of zo. Dat ik weer want dan kan ik weg gaan lopen, maar ik zit daar gewoon al mijn spieren aangespannen. Ik kan niks. Ik hoop dat het uiteindelijk wel ja, weg zal gaan, maar ik verwacht eigenlijk niet dat het ooit echt helemaal op zou houden. Ik denk wel dat het altijd een beetje bij me blijft, want ik denk ook dat het een beetje ja, in het karakter zit van iemand. Maar ik hoop wel dat het zal verminderen. Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld genomen, maar goed, dat zijn gemiddeldes, vrouwen er meer last van hebben dan mannen. Mannen die kunnen wat makkelijker hun aandacht op het concrete laten richten. En vrouwen ja, die worden gemiddeld genomen dus makkelijker meegenomen door allerlei gedachten over zichzelf ook. Hè? Dus zelf-evaluerende gedachten. Dat het vaak op enig moment zelfs traceerbaar ontstaat. Een docent die een keer tegen jou zegt van jij naar het VWO? Of ja, daar hoef jij niet aan te beginnen hoor, dat snap je toch niet. En daar jarenlang last van hebben. En in zoverre, dat wil ik toch wel even kwijt, heb je als docent natuurlijk wel een hele verantwoordelijke taak daarin. Stress gaat niet, helaas niet over. Je hebt natuurlijk wel momenten van stress die overgaan, gelukkig. Maar ja, stress in je middelbare schooltijd heet het examenstress. Daarna wordt het tentamenstress. En later heet het werkstress of relatiestress. Dus stress gaat op die manier nooit over. Alleen wel hoe je ermee om kan gaan. En dat kun je wel jezelf trainen en jezelf beter in maken. Wat je ook zou kunnen doen is de hele situatie, examen, op een mindfulle manier te benaderen. En wat houdt dat in? Zeggen, oh, ik merk deze gedachte, ik maak mezelf gek. Ik stop er geen energie in die gedachte. En ik ga met mijn aandacht naar iets praktisch van dit moment. Wat? Nou ja, hoe voel ik me? Oh, wacht, ik voel me opgefokt. Hoe is mijn ademhaling? Nou, ik voel mijn ademhaling. Ik ga rustig diep ademhalen, zodat ik tot rust kom. En vervolgens ga ik me concentreren op het tentamen. De stress is gewoon hoe je lichaam omgaat met de omgeving. Alleen op het moment dat jouw perceptie, dus hoe jij er tegenover staat, anders wordt, dan kan stress iets negatiefs worden.